het motto weggooien kan altijd nog repareren. Repareren is duurzaam. Zeker een club vrijwilligers in Dantebeel te zien als er verlet is. En het opzetten van een repaircafé. Goedemiddag, Johan Wiebinga. Een van die vrijwilligers. Hoe ben je kwam tijd van het opzetten van een repaircafé in deze gemeente? Dank wel, Jaap. Dank je even wat u zei van mij. Ik wil eerst misschien een misverstand ophelderen. Of we toen een repaircafé hadden, hadden we het net over een regulier café waar we om bier beginnen. Maar een repaircafé is een plak waar we dingen repareren kunnen. Ja. En die vraag, hoe komen we erbij? Nou, we rennen er al elke jaren mee om met het idee van, wat is het nou schande dat we zoveel spullen in huis hebben die dan stikken kunnen, die we dan in één keer voortsmieden. Ja. Heel vaak huishoudelijke apparaten die we net eens uit moeten wakkeren kennen, omdat het zo geconstrueerd is dat het, ja, dan moet het voortsmieden. Want je kunt het zelf net even krijgen en dus net repareren. Nou ben er in den landen al verschillende mensen die zo'n repaircafé opzetten. Dus dat is dan een plak met vrijwilligers die het technisch binnen, technisch online. En die dus wel een schroevendraaier hanteren kennen. En bijvoorbeeld een stofzuiger uit een kwalie kennen. En eventueel weer repareren. Dus dat idee dat speelt al veel langer. En nu hebben we inmiddels in Dokkum zo'n café. En ik geloof dat er in Burgh-Mechelen is. Ik ben op mijn hulpruiter plakken, ben die er al. En we dachten, we kunnen eigenlijk net achterblijven. Dus wij van Social Links, die hebben dat is even home, we gaan zeggen om eens hinnen schoen, we gaan hier en daar even hinnen bellen. En nou ben we dus op ziek naar vrijwilligers. Ja. En die vrijwilligers, wat moet die dan doen? Zoals toen misschien vragen. Dus dat ging voor wel beantwoord je. Dat moet mensen wijzen die het een beetje handig binnen, die het een beetje technisch online binnen, zeg maar, en die het dingen repareren kan. En dan hebben we dus over lietse huishoudelijke apparaten, boormachines, stofzuigers, nou ja, zo'n spul. Misschien hierdroegers, ik neem ze maar wat. Er zijn ongetwijfeld een heel prettig oording die het stikken kan kennen, maar misschien wel wat makkelijker kennen. Ja. Het idee is, we leven wat in een maatschappij waar het normaal is om dingen voor te gooien. En het zou mooi zijn dat we dat een beetje omturnen kunnen. Want ja, de grondstoffen die zullen op een gegeven moment oprijden. Dus je moet een beetje zuinig om met van alles. En dit kan dan een beetje een omzet wijzen. Ja, en dan is het aardig lastig om vrijwilligers te vinden. En heel ondanks mensen die het handig binnen. Ik stel me eens voor dat de oudere mensen wat handiger binnen dan de jongeren. De jongeren zoek net zo gauw met een schroevendraaier. Die zult 12 linker hand. Dus het komt vooral op de mensen boppen de 50 plus del die ooit de volgende keer behaard of paken ontknutselen was. Dat zou kennen, ja. We hadden trouwens inmiddels al in een ommelding van een man uit Den Woord. Die is technisch onderlijnzijder. We hadden nog net echt contact gehad. Maar dat zal gemiddeld mensen wijzen die pensioneerd binnen waarschijnlijk. Maar een technische achtergrond. Inderdaad, de jonge Rijn die is waarschijnlijk, zij is net al te technisch. En ze ben vaak aan het werk. He? Ja. Dus dan zal het inderdaad welkom op 55-plussers, zeg maar, roepen. Ja. Maar dat maakt niks uit. Want als je wat kennen, ja, dan ken je dat in principe wel, dat je honderdste dwaan, zou ik maar zeggen. Ja, als jullie vrijwilligers hadden, maar de meesten komen met de apparaat om te repareren. Waar zal het café vestigen worden? Verspreid door de week meerdere dwarpshoorden of op één plek? Nou, dat is nog net helemaal duidelijk, Jaap. We zitten nog in de voorbereidende fase. Hè? We hadden het idee van, we moeten het organiseren, maar hoe weten we nog net precies? Daarom zie je dus nou vrijwilligers die technische achtergrond hebben, maar ik dit misschien mij helpen kennen om het helemaal te organiseren. En vervolgens, als we zo'n groep gehad, maakten we dus ziekje van, hé, waar hebben we dat dan doen? Ja. Dus hoest het misschien wel in de sporthal doen kennen, ik neem maar wat. Of in, ik neem maar zij voor de vuist weg, misschien in Brogenkamp. Ja. Ik neem maar wat. Hè? Maar die locatie, denk ik, is net het grote probleem.
De vrijwilligers. Maar de vrijwilligers wel. Maar ja, ik leef vast dat er inderdaad een deel genomen mensen binnen die het wel wat in de macht hebben. Ja, nou, vandaar de oprop even. Hajo, net twa linkerhanden, maar ben handig. En kun je dus een apparaat repareren. Jouw je op, waar kennen ze zich op, Jan? Ze kennen ze op, Jan, bij Social Links. Het makkelijkste is even naar Facebook, naar uw site van Social Links. Of even op sociallinks.nu. Daar kennen ze uw gegevens voor vinden. En anders wist hij een wel op de site van de gemeente, Auke Sigma en Johan Wimmeke. Ja, en dan komt het helemaal geleerd. Succes in deze voorbereidende fase. En hopelijk krijgen nog vrijwilligers en onbad om apparaten te repareren. Repair Café, Dante Bril. Dank u wel, Johan Wimmeke. Graag niet.